Oh, fuck. Wow. Dat is de hond. Hey! Yo mensen, een hele goede morgen, zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen en ik ben wakker geworden en er staat hier een kijker van Duitsland. Holy shit, yo. Yo mensen. Alles goed? Goedemorgen, ja zeker. Ja, misschien ben ik de enige kijker van Duitsland, maar ik kwam hier naar Luxemburg toe om Bunny en Tony te ontmoeten. Zo vet. Shout out naar jullie allemaal en abonneer sowieso op Puni, op Tony en op Sia. Shout out naar Sia sowieso. Right, super dus vet man. Hier en boom. Super vet. Voor Puni. Plak maar, waar dat je wil. Geen plakken op de bus. Plak maar waar dat je wil. Misschien, ja, waar de. Hoppa. Hoppa. Yes. Boom. Boom. Ik heb ondertussen de generator aangezet en ik heb dat hier zo achter de hoek gezet. Hier zitten we aan de treintjes en deze treintjes vind ik persoonlijk super grappig. Check dit, hoe klein dat spoor is. En hier zitten altijd kinderen met hun ouders op zo'n treintje te rijden. Jammer dat ze nu dicht zijn, anders hadden jullie het gezien, maar gisteren heb ik daar normaal een b-roll van genomen. En dat is echt wel fucked up grappig. We zijn ondertussen al alles aan het opladen. Ik ga eerst ontbijten en daarna al mijn clips uploaden en de video maken. Sowieso, het gaat echt een vette video worden van gisteren, ik ben het zeker. Check dit. Hoppa. Deze man is van Duitsland, deze man van Ierland. Hey, good morning. See you later. See you later. Alright, have a nice trip. Have a nice trip. Ciao. Ciao. Super vet. Altijd nice om nieuwe vanlifers te leren kennen. Sowieso. Oké, wij gaan alles opladen op het gemakje. 35%, dat komt goed. Hey, joe. Tony is een nieuwe muziek aan het maken. Jullie horen het. En ik heb mijn vlog ondertussen gemaakt. Hey, DJ Tony in de mix. Hoppa. Dit is een preview voor zijn volgend album. Mijn vlog is aan het renderen. Dus dat gaan we laten doen en ik ga ondertussen richting het toilet, want ik moet nummertje 2 gaan doen. Joe! Daarvoor neem ik natuurlijk mijn pennyboard. Woppa! Het is echt niet normaal hoe gek dat deze wc eruit ziet. Holy shit, en check dit. Dit is een speciaal gaatje voor heroïnenaalden. En ook voor naalden met mensen die diabetes hebben. Hier in Luxemburg gaat de politie zelf heroïnenaalden uitdelen aan de arme buurten, omdat ze willen dat er eigenlijk minder ziektes worden verspreid. Dat is echt wel gek. Luxemburg is een superzot land. Binnenkort word je ook wiet gelegaliseerd. Het is het tweede rijkste land op Zwitserland na van Europa. Dus Luxemburg is echt wel heel wel gesteld. En check wat voor een high-tech wc, holy moly. Als ik deze deur ga openen, dan gaat waarschijnlijk de chas in gang. Dus eerst dit omhoog, en dan... Hoppa! Ik heb heel de tijd zitten editen en het was echt wel fris in de schaduw, maar in de zon is het zo warm. En check trouwens welke dikke bak dat er hier is komen staan. Holy moly, een Golf GTI. Oldschool model met extra brede banden. Damn. Oké, dat ziet er echt al een hele vette bak uit. Super style, sowieso waarschijnlijk een oldtimer. Tony is ondertussen nog druk bezig met nieuwe beats te maken. Binnenkort een nieuw album. DJ Tony in the mix. Hey. En mijn vlog, yes, 100% of nee, fuck. Share failed, what the fuck. No fucking way. No fucking way. Nice, mijn video staat ingepland en Tony is er al vandoor. Die moet vanavond draaien in Torhout. Tot de volgende. Yo, salut man. Boom, Tony zet zijn camera nog voor een extra b-roll. Voor als hij daar met de auto wegrijdt.
Ik ga hier nog eventjes blijven, waarschijnlijk niet te lang. Mijn hand doet redelijk veel pijn, want ik heb gisteren echt wel een harde sessie geknald. Dus vandaag gaan we lekker rusten. Ik ga vandaag richting Jason, richting de Ardennen. Die heeft daar een nieuw huis gekocht en ik ben zo fucking benieuwd. Ik ben zo benieuwd, ik ben in de buurt, dus we gaan straks daarheen. Joe! Een dikke shout-out naar de homie dat gisteren in de comments heeft laten weten dat ik met deze app Siriek de weg kan vinden zonder dat ik internet nodig heb. Dat is echt wel super vet. Een box naar jou sowieso. Dat is altijd handig als ik de comments lees. Dan kan ik zo dingen te weten komen dat ik normaal nooit zou te weten komen. Dus thanks aan iedereen die altijd een vette comment achterlaat. En check dit. Ik heb net deze stickers gekregen van Wear. Die mannen zijn hier gepasseerd. Die waren hier op tour. En die hebben eventjes goeiendag komen zeggen. Dus hoe vet is dit niet? Ik ga die waarschijnlijk ook uitdelen op de tour in Nederland. Dus alle homies van Nederland, kom zeker af. Want ik heb fucking veel stickers. En het nadeel is natuurlijk ook, de tour in Nederland is een beetje fucked up. Ik had dat eigenlijk de eerste week moeten doen. Want blijkbaar heeft iedereen in Nederland nu al terug school. Dus sorry daarvoor, ik ga waarschijnlijk gewoon langer op de skateparken blijven. Dan kunnen jullie na school gewoon ook sowieso nog komen knallen. En de content gaat vet worden, het gaan vette skateparken zijn. Het is ook misschien cool dat ik en Tony daar dan alleen gaan zijn. Dan kunnen we daar gewoon allemaal vette tricks filmen en dan zijn het gewoon super vette video's. En wie weet laat ik dan zo stickers achter op bepaalde spots. Dat zou misschien ook wel een cool concept zijn. Ik denk dat ik dat ga doen, dat gaan we sowieso doen. In ieder geval, ik ga vertrekken. Ik heb mijn GPS klaarstaan. Het is 1 uur en 27 minuten. Dus dat doen we waarschijnlijk in 2 keer. Ik ga wel ergens een pitstop doen en iets lekkers gaan eten. Ik ga sowieso ook mijn auto tanken in Luxemburg. Want hier is het veel goedkoper. En ik zou zeggen, let's go. Joe. Ik ging net vertrekken, maar ik had opeens een idee. Ik ga deze tank met water die ik gisteren heb gevuld over mijn hoofd gieten. Jason die heeft sowieso ook een kraan in zijn huis. En daarna ga ik waarschijnlijk toch naar de boerderij. Dus we hebben geen water niet meer nodig. En de auto is ook lichter als ik deze tank niet meeneem. Hier zit 35 liter water in. Dus dan is hij 35 kilo lichter. Ik ga dit nu over mijn hoofd gieten. Dan heb ik een frisse douche gehad. En kunnen we lekker fris in de auto vertrekken richting de Ardennen. Joe! Oh my god, dit is iets zwaarder als gisteren. Wow. Oh fuck. Oh my god, shit. Dat was sketchy. Ah, ik heb mijn hand zeer gedaan. Oké, nog een keer. Fuck alles. Holy shit. Oh my god. Het is echt wel gek om dit over je hoofd te gieten, want op sommige momenten kan je gewoon niet ademen. Het is echt ziek. Eventjes naar het toilet. Oh. Heerlijk. Holy moly. Ik ben ondertussen 100% klaar om richting Jason te vertrekken. Ik heb de bus ingeladen. Ik heb mijn autosleutel ook teruggevonden, want ik was die eventjes kwijt. En dat was eventjes paniek in mijn hoofd. Ik dacht dat ik hem misschien in de Tony van had gelaten toen ik daar eventjes was ingesprongen. Want deze broeken, die zijn nooit te vertrouwen. Ik heb hier ook allemaal stickers te hangen. Hoppa, jullie zien het. De stickers dan hier hangen, zijn eigenlijk de stickers langs de buitenkant. En ik ben misschien van plan om de hele bus zowel aan die ruit als aan die ruit te bestickeren. Dan kan ik deze gordijntjes weglaten. Is dit ook weg? En dan kan ik gewoon zo woppa in de bus en uit de bus springen. Dus dat zou echt wel een meerwaarde zijn. Het enige nadeel zou wel zijn als het regent of zo. Dan kan ik niet meer hier doorkijken, op mijn bed liggen en van de regen genieten. Stel je voor, het is een beetje kouder. Ik sta aan een mooie locatie. Kan ik nog altijd door mijn ruitje genieten. Dus dat is echt wel hetgene dat de laatste 5 minuten toen ik die stickers hier aan het opplakken was, in mijn hoofd is geschoten van holy shit, die mooie momenten
kan ik dat wel niet meer hebben. Dus misschien moet ik gewoon iets fixen dat ik hier op kan plakken. Boom. En het zo kan afdichten. Maar stel je voor dat het volledig is bestickerd langs de buitenkant. Dan ziet het er ook weer super vet uit. Dus ik ben nog altijd aan het twijfelen. Laat weten in de comments wat dat jullie zouden doen. Want ik weet het gewoon niet. Ik ga alleszins nu naar Jason. Want ik heb er echt wel zin in. Ik ben zo benieuwd hoe dat zijn huis er gaat uitzien. Ik heb dat wel al op foto gezien. Maar op foto is altijd alles anders dan in het echt. Joe! We zijn ondertussen al eventjes verder en ik ben hier in the middle of nowhere. Check waar dat ik ben, ergens in de Ardennen. En het is ondertussen al 7 uur 's avonds, maar het lijkt 2 uur 's middags of zo. Het is super warm en aan de ene kant is dat wel nice, maar aan de andere kant is dat wel fucked up, want de helft van de wereld staat in brand en dat is natuurlijk niet chill. Hoppa, ik ben hier aan de Delijs, dus dat wil zeggen dat ik lekkere inkopen heb gedaan. En wat heb ik allemaal gekocht? Ik heb pasta saus, ik heb van die orangina, ik had er echt nog een keer zin in. Pasta, brood, chocomousse, room, kip, hier zit ook nog Martino in, super nice, ik heb een dikke pot gepakt. En ik heb ook van deze pastatjes, want die waren in solden. Als ik er 3 kocht, dan kreeg ik er 3 gratis. En ik eet die wel vaak en die worden nooit slecht. Dus deze blijven in de camper. En natuurlijk ook druiven. Hey, ik koop tegenwoordig altijd zo'n tasje met druiven. Zo verspil je geen plastic. En dat is gewoon chill. Zo'n mix van druiven. Ik hou van druiven, je kan die altijd eten. Het is net snoep, maar dan 1000 maal gezonder. Binnen 20 minuten of zo, of een half uurtje, ben ik bij Jason. Dus ik zie jullie daar. Let's go! We zijn nog altijd niet bij Jason, maar dit moest ik jullie tonen. Check op wat een mooi gebied dat ik ben. Een super mooi landschap. Helemaal groen. Alles erop en eraan. En wat dat echt fantastisch is, zijn alle luchtballonnen dat we daar zien zweven. Holy shit. Jullie zien daar allemaal luchtballonnen. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ik tel 16 luchtballonnen en sowieso achter de bomen zijn er nog. Wat een prachtig plaatje en wat een vette omgeving. Het is net gelijk de boeren buiten waar dat ik woon, maar dan met heuvels. Het ziet er uiteindelijk nog mooier uit, want je kan veel verder kijken. Damn. De wereld kan mooi zijn en België kan ook echt wel heel mooi zijn. Oké, ik ga nu verder op pad, want het blijft maar duren. Het blijft maar duren. Joe! Oh ja, we zijn toegekomen. Die stoelen ken ik nog. Oké, we zijn toegekomen en Jason gaat een house tour geven. Hey! Dat is Rom. Hey! 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 Right. Dat is de keuken. Ja. Hey. Ja, dat gaat mooi worden, hè? Dat gaat prachtig worden. De tuin. Ja. Oh, wat beter, want check al die dingen. Die stengels aan de huis, man. Oh, ja. Shit. Ja. Dat. Ik ben niet eens gegroeid. Hallo. Hallo. Ça va? Ça va. Hey. No, 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 no. Elle a fait caca, hè? Arrête. Oui, oui. Dans le garage. Et pipi. À côté. Salut. Ça va? Oh, c'est pas vrai. Style badkamer. Dat is zo goed als klaar. Alleen de douche is fucked. Waarom? Het is helemaal over. Nee, het is of dat extreem koud water of extreem warm water. Dus het kan met die boy. Hier is goed, maar daar is fucked. Dus er zit iets aan die thermostaat. Maar je zal verwisselen, dus het is extreem koud. Maar veel maakt het niet uit. Dat is gezond, zo dat er is. Hoeveel andere mensen hier dat lijden, dat drama. Damn, handig. Ja, en dat loopt gewoon zo door naar de kamer. Voilà, is dat bed van Barcelona? Ik ben helemaal naar 2 aparte kamer, waar we naar hun dressing hebben gemaakt. Ah ja, het zal wel. Aan de andere kant is ook nog een kamer. Dus. Het zal wel.
Oké, holy shit. Deze avond is uiteindelijk rampzalig geëindigd. Echt wel super kut. We hadden uiteindelijk super lekker gegeten. En daarna zaten we gewoon in de zetel te chillen. En ik moest uiteindelijk naar het wc. Ik loop gewoon door het raam om richting de gang te gaan. En ik bot tegen een vliegraam. Jason heeft zo'n vliegraam hangen. En je kan dat gewoon niet zien. Ook al sta je daar vlakbij en... What the fuck? Ik snap er nog altijd niks van dat er zoiets op de markt is, dat dat gewoon bestaat. Maar dat vliegraam zie je gewoon niet. Die raadjes zijn allemaal zo dun, dat je er eigenlijk gewoon dwars kan doorkijken. En als er bijvoorbeeld binnen licht schijnt, is dat onmogelijk dat je dat kan zien. Ik ben daar recht tegen gelopen. Dat is blijkbaar een ding van 1000 euro. En dat ding is uiteindelijk kapot. Dus dat is echt wel fucked up. Die vriendin was blijkbaar in alle staat. Ik heb het ook niet echt gezien. Maar Jason is die zo een beetje gaan kalmeren. En ja, dat was echt wel fucked up. Dat is moeten gebeuren. Ik heb dat totaal niet expres gedaan. Ik kan het ook niet expres gedaan hebben. Want dat vliegruim was onzichtbaar. Als iets onzichtbaar is en ik loop er tegen, dan kan ik er niks aan doen. Als ik hier bijvoorbeeld iets onzichtbaar hang en iemand loopt er tegen, dan is gewoon iets dat gaat gebeuren. Dus dat is echt wel fucked up dat dat daar hangde en dat is gebeurd. Want ja, dat gaat fucked up veel geld kosten. Ik hoop dat ik het via mijn verzekering kan regelen. Maar ja, zoals jullie kennen, verzekeringen die zijn meestal fucked up. Dus misschien gaat dat ook gewoon niet gaan. En ga ik dat gewoon uit mijn zak moeten betalen. Dus dat is fucked up. Dat is echt fucked up. Helaas, pindakaas, niks aan te doen. Materiële dingen zijn vervangbaar, maar dat gaat echt niet leuk zijn. Dat komt niet goed uit voor mij, sowieso niet. En als ik daar nog een keer ben, is er misschien een kans dat ik daar nog een keer tegenloop. En dat ding kan je gewoon niet zien. Vanaf dat ik daar nu ben, moet dat ding altijd open. Want het is echt wel eng dat het zo onzichtbaar is. Ik heb sindsdien ook niks meer gefilmd, want de vibe was zo een beetje gekild. Uiteindelijk heb ik en Jace nog een super goede tijd gehad. Maar die vriendin was helemaal aan het stressen blijkbaar en dat is gewoon niet cool. Ik voel die energie ook en dat is niet chill. Dus ja, dat is er die avond nog gebeurd. Het was een beetje fucked up, maar die dingen kunnen in je leven gebeuren. Momenteel staat de helft van de wereld in brand. De andere helft van de wereld leeft in armoede en ja, weet ik veel wat. Er zijn veel slechtere posities in de wereld, dus eigenlijk mogen we niet klagen. We mogen over zo'n ding eigenlijk ons geen seconde druk maken. Dat zou eigenlijk moeten zijn hoe dat het eigenlijk hoort. Een fucking vliegruim zouden we ons geen seconde druk moeten over maken. Maar als zoiets 1000 euro kost, je loopt er tegen en het is kapot. Op dat moment is het echt fucked up. Dus jammer dat dat is gebeurd. Niks aan te doen. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Ik ga hem nu online gooien. Het is al middernacht. Dus bij deze mensen bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals bijna elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.